De Staffords zijn nog steeds gestrest door wat hun is overkomen. Ron Niezen van de dierenambulance trof ze gisteren aan na een tip. En die dacht dat er twee konijnen aan een paal vastgebonden zaten, of bij een paal zaten. Nou, bij nader inzien zijn ze daar naartoe gegaan en toen bleken het dus twee Staffords te zijn die er zaten. Hoe trof je ze aan? In paniek. En daar zaten ze waarschijnlijk al een hele tijd, want het hele... De tegels hadden ze eruit gehaald, het zand en zo, dat lag helemaal verspreid. Dus gewoon, op z'n Hollandse zeg, gewoon gedumpt. De Staffords zijn wel gechipt, maar de eigenaar is niet bekend. De registratienummers zijn doorgegeven aan de politie. Die kan mogelijk uitzoeken wie de eigenaar is. Het vrouwtje was wel te benaderen, het mannetje was niet te benaderen. Want die was best wel dominant. En toen hebben we toch gebruik moeten maken van de hondengeleiders van de politie, dat ze ze weg konden halen daar. Triest. Waarom raakt het u zo speciaal? Omdat het altijd een bepaald slag honden is die aan de kant gezet wordt. Bij Dierenopvang Amsterdam wordt bijna elke maand een gedumpte Stafford gebracht. Volgens de medewerkers realiseren mensen zich bij aankoop niet hoe bewerkelijk zo'n hond is. Gelukkig zijn deze Staffords in goede conditie. Nou, ze zijn goed verzorgd. Ze mogen wel ietsjes minder zwaar wegen. Maar ze zijn vriendelijk naar mensen, naar andere honden moeten we nog gaan bekijken. Maar op dit moment is er gewoon heel veel opwinding, heel veel stress omdat ze in een nieuwe omgeving zitten. En daar gaan wij mee aan de slag.